wat als je mening niet je mening is? Maar bewust stiekem aan je gegeven is. Door elke keer dat je voor je tv'tje zit. Het nieuws een middel voor verdeling is. Een dodelijke ziekte zoals AIDS en if iemand zijn onderneming is. Wat zou je doen als alles wat je kent, wat je denkt dat je bent, als een grens denkbeeldig is, alles zwemt, zelfs leugens wennen. Wat als je zo wordt bespeeld, zodat de leugens met jouw keuzes mengen? Wat als de keuzes van de meute plannen? Wat als de meute naar de leukste zenders op tv kijkt en leert om verleuk te denken? Wat als ze verleukte shit als vreugde brengen? Zodat we zonders relateren met vreugde, maar toch geen vreugde kennen. Onze principes worden collectief minder geconditioneerd, zodat dit het volk niet hindert. We worden niet slimmer, de hoorde ziet nimmer. Wat de hoorde ziet immers, is de hoorde iets blinder. Paranoia, ik kan de antwoorden niet vinden. Of houd mijn antwoord het liefst binnen. Ik ben paranoia, mijn kijk is wat anders. Ik twijfel aan alles en iedereen is blijf ik opstandig. Zeg maar, ben ik nou paranoia, een dromer of dom? Waarom vertrouw ik steeds minder mensen hoe hoger ik kom? Ik ben paranoia, dus ik moet mijn kop gebruiken. Waarom de dingen in mijn kop te uiten? Wat zou je doen als wetenschappers wat ze weten tegen ons gebruiken? Ze degene die hierover spreken weten op te sluiten. Je houden eraan, of de regels weten om te buigen en om te zeilen. Of ben je gewoon een kontenkruiper die zich focust op zijn baan en pikkelt voor zijn opslag? Zaterdag stappen, vroeg pitten op een zondag. Zweet voor je baas, houdend in je hoofd dat je zo hoger op komt. Dat idee houdt je slapen. We draaien rondjes elke stap die wij nemen. Onze normen zorgen dat we als een batterij leven. Wat kan het mij schelen? Zo denken wij, de vaste lasten blijven. Dus je moet van 8 tot 5 zweten. Je pakt een klein beetje, hopen dat je lang genoeg leeft en als oude lul van pensioen eet. Dit is hoe Oranje doet, yeah. Slavernij verdient in alle landen doet, nee. Paranoia, ik kan de antwoorden niet vinden. Of houd mijn antwoord het liefst binnen. Ik ben paranoia, mijn kijk is wat anders. Ik twijfel aan alles en iedereen is blijf ik opstandig. Zeg maar, ben ik nou paranoia, een dromer of dom? Waarom vertrouw ik steeds minder mensen hoe hoger ik kom? Ik ben paranoia, dus ik moet mijn kop gebruiken. Waarom de dingen in mijn kop te uiten? Ik zie de psychologische effecten van symbolen en van termen. En ik lees tussen de regels van de codes en de wetten. Zie politieke mensen die een boze visie schetsen om ons bang te maken en ons dan beloven te beschermen. Ik zie een kudde dieren lopen zonder herden, zonder dromen, zonder kennis. Niet gelovend in zichzelf, geen vermogen om te denken. Alles wordt je voorgekoud, daarom neem ik alles wat ze zeggen met een korrel zout. Ik raak verward, kijk naar de zwarte jonge vrouw. Wordt verbaal aangevallen zodra ik het onderbouw. Materialisme, wie kan dit veranderen? Wanneer worden zogenaamde divas onafhankelijk? Kijk, onafhankelijkheid is onafhankelijk zijn. Dus niet afhankelijk van mannen tenzij het wederzijds is. Doet je vent iets voor je, doe iets voor je vent. Anders ben je ook een reden dat ik paranoia ben. Paranoia, ik kan de antwoorden niet vinden. Of houd mijn antwoord het liefst binnen. Ik ben paranoia, mijn kijk is wat anders. Ik twijfel aan alles en iedereen is blijf ik opstandig. Zeg maar, ben ik nou paranoia, een dromer of dom? Waarom vertrouw ik steeds minder mensen hoe hoger ik kom? Ik ben paranoia, dus ik moet mijn kop gebruiken. Waarom de dingen in mijn kop te uiten? Paranoia, ik kan de antwoorden niet vinden. Of houd mijn antwoord het liefst binnen. Ik ben paranoia, mijn kijk is wat anders. Ik twijfel aan alles en iedereen is blijf ik opstandig. Zeg maar, ben ik nou paranoia, een dromer of dom? Waarom vertrouw ik steeds minder mensen hoe hoger ik kom? Ik ben paranoia, dus ik moet mijn kop gebruiken. Waarom de dingen in mijn kop?